En maar praten, en maar praten, en maar praten, en maar praten. Het gitter op en het gitter allermogend heer. Want de lui die kunnen praten toch niet laten. Ook al zegt ze meestal niks meer zin als meer. Ja, dat samen zou ik maar zeggen, wat ik zeggen wil ik zeggen. Ik wil zeggen, dat is echt geen flauwekul. Wat bedoel ik, dat bedoel ik, en dat is het en dat doet het. Wat ik zeggen wil ik, is me toch een spul. Tabak wordt, als het aan het kabinet ligt, veel duurder. Vanaf volgend jaar wordt de prijs verhoogd, totdat een pakje sigaretten uiteindelijk meer dan 40 euro kost. Bezoekers aan de Wiegense Markt reageren verdeeld op dat plan. Voor mij persoonlijk maakt het niks uit, maar ja, ze moeten doen wat ze willen. Dus ik weet het niet. Ik heb begrepen dat het naar 40 euro ging, of 50 euro geloof ik. Dus ja, mij zegt het niet veel. Ik rook niet, dus ja. Ze moeten het maar doen. Heel goed, maar dan moeten ze met veel meer dingen doen en het gewone voedsel dat mensen nodig hebben goedkoper. En wat denkt u dat er gaat gebeuren zodra de prijzen omhoog zijn gegaan? Dat is heel goed, want als je weet hoeveel mensen die ik ken die vroeger rookten, die allemaal COPD hebben en aan kanker en longkanker zijn overleden. En het kost daardoor ook heel veel zorg. En daarom is het heel belangrijk voor hunzelf. Dat ze weten dat ze gezond bezig zijn. Een hele slechte zaak. En wat vindt u er slecht aan? Wat slecht vindt? Iedereen mag er wel een keer een sigaretje of een sigaretje roken. Laat ze zelf een beetje die portemonnee een beetje terugstorten in die begroting. Ze pakken elke maand zoveel ton van ons af, toch? Het is er voor God los, het slaat helemaal nergens meer op. De mensen die roken, die al daar een sigaretje roken, die worden nu ook gestraft. Discriminatie. Ik vind het discriminatie. En wat denkt u dat gaat gebeuren? Wat denkt u dat de rokers gaan doen zodra de prijzen omhoog? We blijven gewoon roken. We blijven gewoon roken. Af en toe sigaretje roken, sigaretje roken. Er zijn stresspalen voor ons. En de verlaagde stress. En zou je overwegen om dan naar het buitenland te gaan? Om, ja, dan ga ik Luxemburg sigaretten halen. Ga ik Luxemburg tanken. Ga ik alles Luxemburg doen. Alles ga ik Luxemburg halen. En Duitsland halen. Zou ik overwegen om te immigreren? Ik zou het liefst helemaal verkassen met de hele handel. Want het is één grote berenput in Den Haag daar. Wij moeten altijd het oog van naald getrokken worden. Ze trekken ons helemaal leeg. En de kleine man kan maar blijven betalen hier overal aan. Niet alleen sigaretten, maar aan benzine, aan accijns, de hele circus bij elkaar. En het ergste van alles is, dan gaan ze over die hoge gasrekening. Ze zitten van 900 miljard daar in de grond aan Groningen. Dan laten ze zitten. Laten ze geld uit de grond halen. De gas uit de grond halen daar. En die mensen hier naartoe laten verhuizen. Misschien hoeveel geld er vrijkomt. Die moeten daar, mensen gaan nu op vakantie en die komen daar terug van vakantie. En dan krijgen ze gelijk een hoge rekening op ingenieursnoodtraf. Die lopen alleen maar leeg. En dan gaan ze de sigarettenprijzen een keer verhogen. Waar zijn ze mee bezig, godsnaam? Waar zijn ze godsnaam mee bezig? Is het echt de druppel die de emmer doet overlopen? Of is het echt al iets wat bij u al een tijdje op... Ze weten zelf niet waar ze mee bezig zijn. He, die oude mensen die vroeger altijd een sigaretje gerookt hebben, moeten denk ik 40 euro een pakje gaan betalen. Het is van God los toch of niet soms. Wie verzint zoiets? Weet je wat er in Den Haag allemaal zitten? Allemaal mislukkelingen van de maatschappij. Die zitten in Den Haag, onze rug. En strekken we onze portemonnee liggen als de kans krijgen. Dat zit in Den Haag. Op zich een goed idee bij gebrek aan beter. Het zou helemaal afgelast moeten kunnen worden, hè? Ja, ergens vind ik het goed. Maar mijn man is een sigarenroker. En die wil erg graag blijven genieten. En dan vind ik wel dat het mogelijk moet blijven voor iedereen. En niet alleen maar voor de mensen die het goed verdienen. Dus. En ja. Had hij een andere oplossing in gedachten wellicht voor hetzelfde probleem? Ja, vooral toch blijven onderbouwen dat het dus niet goed is voor je en dat het dus ja, slecht is. Maar wel, mensen willen roken, laten genieten. Dus ja, ik denk dat dat moet blijven voor iedere portemonnee. Dus mij maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. Dus ja, het is zoals het is. Denkt u dat het invloed gaat hebben? Denk het wel. Maar als mensen willen roken, dan kopen ze toch wel. Dus maar ja, het wordt wel heel duur, denk ik. En denkt u dat jongeren dan minder geneigd zijn om eraan te beginnen, omdat het zo duur is? Dat denk ik op een gegeven moment wel, ja. Want het kost natuurlijk allemaal een hoop geld. Dus ja, dat is natuurlijk wel makkelijk de keuze maken om te zeggen, ja, ik stop of ik begin niet of ik doe het niet.